als Coca-Cola. Al dus Ralph Neder. En intussen gaat hier de telefoon. Goedenavond, consumentenman. Ja, ik spreek met Dijkstra uit Leeuwarden. Meneer Dijkstra uit Leeuwarden. Ja? Leeuwarden, ik neem aan dat u de vinder van de mand bent. Ja, dat ben ik, ja. Klopt dat? Ja hoor. Waar woont u? In de Schalkburgerstraat. Oh, dat is er vlak naast? Dat is er vlak naast, ja. Ja, was de eerste aanwijzing voor u al voldoende of had u de tweede ook echt nodig? Nee, de eerste was al genoeg. Dat was al genoeg? Ja. U bent toen het huis uitgerend? Ja. Mand gevonden? Ja. Druk? Nou, dat was ontzettend druk, ja. Vertel eens. Nou, alle buren die liepen in één keer de straat uit hier, hè? Ja. En met de rolgang naar die hoek. En ik woon nog maar 20, 25 meter vanaf. Ja. Dus ik was uiteindelijk een van de eersten daar. Mm-hmm. Meneer Dijkstra, dan nu de vraag. Ik feliciteer u alvast mee dat u de mand hebt gevonden. Bent u bereid de boodschappenlijst die daarin zit om te zetten in boodschappen? Ja. U gaat dat doen? Ja, dat ga ik doen, ja. Ik hoop dat u zich aan de spelregels kunt houden. En die zijn het zo goedkoop mogelijk kopen. In maximaal 3 winkels. Als u dat kunt en daartoe in staat bent geweest, dan begroet ik u graag in de uitzending van over 2 weken hier. Ja. Ja, meneer Dijkstra? Ja, kom voor elkaar. Tot dan. Dank u wel. Goedenavond en veel plezier ermee. Meneer Dijkstra uit Leeuwarden. Ander onderwerp. Morgen geeft het Foster Parents plan een persconferentie. U weet, we hebben het enkele malen over Foster Parents gehad. Over financiële adoptie van kinderen in ontwikkelingslanden. En we zonden onder meer klachten uit van de pleegouders van deze kinderen over Foster Parents. Morgen die persconferentie. En daarom hebben we het bestuur gevraagd in onze uitzending daar iets over te zeggen. Het bestuur heeft besloten de heer Van der Lauw tot woordvoerder te maken. Ik heet u welkom. Meneer Van der Lauw, wat zijn de belangrijkste mededelingen in die persconferentie? Mag ik nog een paar woorden zeggen over de discussie in de publiciteit? Voor een deel ook onze discussie. Er vallen me eigenlijk, als ik nou de hele zaak zo overzie, 3 punten vallen mij op. De eerste is dat er een discussie is over de methode van foster parents, de directe relatie tussen ouder en pleegkind, vergeleken met andere vormen van ontwikkelingssamenwerking. Nou, dat punt hebben we met genoegen kennis van genomen dat de VARA heeft gezegd dat we daar een hele rustige sfeer is over kunnen discussiëren. Dus dat punt laat ik nu maar even voor wat het is, maar er blijven er 2 over. Het is een kwestie van de kosten. Wat kost nou de organisatie? Wat gaat er rechtstreeks naar het kind of de omgeving van het kind? En dat zijn ook verwijten die gemaakt zijn, zeg maar, aan de organisatie. Dat er steken zijn gevallen bijvoorbeeld in de correspondentie of contact tussen ouder en kind. Dat soort zaken. Nou, ik meen, alles overziende, dat we met een hele schone en bona fide organisatie te maken hebben, Foster Parents. Maar toch, door de publiciteit is er twijfel gezaaid. En we zouden op dat punt heel graag, daar waar sprake is van geschonden vertrouwen, om te voorkomen dat kinderen in de derde wereld daar het slachtoffer van worden, zouden we willen proberen morgen een maatregel bekend te maken voor de Nederlandse pers. Ik nodig u natuurlijk nu uit om die maatregel al bekend te maken. Misschien mag ik eerst zeggen wat we daarmee beogen. Ja. Ik heb gezegd, er is schade toegebracht. We willen proberen te benaderen de omvang van die schade, dat is 1. 2. Hoe kunnen we proberen die schade te herstellen? 3. Als er ook maar 1 spoor van twijfel is aan de gang van zaken bij ons aan het functioneren, bijvoorbeeld ook in financiële zin, dat elke twijfel daardoor weggenomen wordt. Dat hoop ik van harte. En dan zeg ik, wat voor maatregel? Dan zit ik even in een moeilijk pakket, en dan moet ik u begrip voor vragen. We hebben morgen een persconferentie, heeft u zelf gezegd. Deze afspraak is tot stand gekomen dat wij de pers hadden uitgenodigd. Die mensen zitten daar morgen te wachten. Ik ga u dus dit moment niet zeggen wat voor soort maatregel dat is, maar de mensen zullen dat allemaal morgen in hun kranten lezen. Ja. Je hoort toch alles wat natuurlijk. Ja. Een van de aanwijzingen die we hebben gekregen is dat er mogelijk een onderzoekscommissie of een onderzoekpersoon door u zal worden aangezocht om naar de eigen organisatie te kijken. Zit ik er dan ver naast? Ik spreek in deze uitzending uitdrukkelijk over een maatregel. Ik hoop ook dat u begrip kunt brengen voor de belangen van uw collega's, van de pers. En wens op dat punt ook niet verder over het soort maatregel te filosoferen. Alleen nogmaals te zeggen dat ik hoop dat daarmee de schade wordt hersteld. Omdat elke deelnemer die bedankt in feite toch iemand is
die iets doet ten koste van een kind in de derde wereld, denk ik. Ja, nog even over die schade. Er ligt de suggestie, de schade is door de publiciteit. Natuurlijk, de publiciteit ook die wij hebben gedaan, heeft een aantal effecten gehad. Maar je kunt ook zeggen, er is een enorme discussie verder ontstaan. Hè. Andere organisaties zijn daarmee bezig, is over gepubliceerd in de bladen van de collega-organisaties. Mensen zijn zo aan het denken geslagen, mogelijk daardoor ook opzeggingen zijn geweest. Ik wil niet in een nieuwe discussie met name nu raken, maar als we kijken naar het moment waarop de schade is gaan ontstaan, zouden daar conclusies aan verbonden kunnen worden. Mm-hmm. Dat wil ik op dit moment bepaald niet doen, omdat ik hoop dat deze manier van werken ertoe leidt dat zowel u als ik de indruk krijgen dat Foster Parents echt een volstrekt betrouwbare, goed werkende organisatie is. En daar waar wenken kunnen komen in de zin van doen dat en dat nog eens anders, staan we altijd open. Ik hoop dat de maatregelen die u voor ogen staat tot een bevredigende oplossing leiden voor u en voor ons. Dank u. Dank u wel voor uw komst naar de studio, meneer Van der Lauw. Een persoon, een instituut, een instelling, een man waar we verhoudingsgewijs tamelijk veel vragen over krijgen, is de deurwaarder. Wat is dat voor een persoon? Wat doet hij? Kan hij doen? Hoe lastig is hij voor consumenten of... Hoe gemakkelijk kan hij soms voor u zijn wanneer u aanmaningen van bedrijven krijgt waarmee u niets van doen hebt? Weet u wat een deurwaarder doet? Nou, nare dingen hoor, als hij op je deur komt. Een deurwaarder. Mensen lastig vallen, hè? maar niet zonder reden natuurlijk. Nee, als je in de schuld zit, dan halen ze je spulletjes het huis uit. Ja, behalve op je stoelen, geloof ik, en je beddengoed na, mag je het... Dat blijf je dan je eigendom. Ik heb er nooit mee te maken gehad, dus waarom moet ik er weer van weten? Hè? Een deurwaarder? Ja, die kan iemand inschakelen als je bepaalde rekeningen niet betaalt. Die komt dan spullen ophalen voor mensen die het niet meer kunnen betalen. Dus die schuld niet af kunnen lossen. En dan moeten we echt eerst via de rechter of zo. Nou, ik weet wel iets wat hij doet, ja. Als je huur niet betaalt en dan... de boel opeisen of dat soort dingen. Precies weet ik het ook niet hoor, maar... Je hebt er nog nooit mee te maken gehad? Gelukkig niet, nee. Er is in het algemene tamelijk grote onbekendheid met de positie, de taak en de betekenis van de deurwaarder. Twee deurwaarders zou ik hier graag willen begroeten. Ze zijn onderweg naar de presentatietafel, twee verschillende soorten deurwaarders. Een belastingdeurwaarder en laten we maar zeggen een gewone deurwaarder, gerechtsdeurwaarder. De heren Jansen van der Heijden, welkom. Over één van de taken van de heer van der Heijden... In het kort het volgende. Meneer Van der Heijden is gerechtsdeurwaarder, een van de ruim 200 die Nederland telt. Hij is benoemd door de kroon, heeft een eed afgelegd en werkt zelfstandig. Gezien zijn opleiding kan hij rechtshulp verlenen, adviseren in bijvoorbeeld huurzaken of arbeidskwesties. Daarnaast is hij verplicht verschillende taken uit te voeren, zoals het uitbrengen van exploten, bijvoorbeeld de oproep om voor de rechter te verschijnen. Wij volgden de deurwaarder toen hij exploten ging uitbrengen. Eerst op het stadhuis van Gouda, waar hij beslag moest leggen op het salaris van enkele ambtenaren. De stapel exploten omvat vandaag onder meer een dagvaarding voor iemand die zijn verhuiskosten niet betaalde. Een vereniging die weigert buskosten te betalen, wordt voor de kantonrechter gedaagd. En er is beslag gelegd op iemands loon. De deurwaarder brengt de man nu een afschrift van het beslag. En een aantal echtscheidingsdagvaardingen. Goeiedag mevrouw. Goeiedag. Ik ben Van der Heijden, ik ben deurwaarder Van der Heijden. Ja, ik krijg een exploten betekenen op verzoek van de gemeente Utrecht. Ik denk dat het over die bijstandsuitkering gaat. Nou ja, daar zal er wat inhouding moeten gebeuren. Hè? Maar die betrokkenen die krijgen van mij ook een afschrift hiervan. Dus dan zal er wel even een overleg gepleegd worden hoe dat het best opgelost kan worden. Ik ben Van der Heijden, ik ben deurwaarder Van der Heijden. Zeggen, ik heb een dagvaarding uit te reiken voor de rechtbank in Rotterdam. Nou ja, je moet formeel moeten gedagvaard worden. Hè, voordat zo'n procedure kan beginnen, dat er niet allemaal buiten u omgaat. Ja. Hè. Dus u weet er dus vanaf, hè. Zeg, ik heb een dagvaarding uit te reiken voor de rechtbank in Amsterdam. DCBV begint de procedure. Het is niet misselijk, want ze vragen ruim 30.000 gulden. Nou, is dat de zaak voor de rechtbank? Voor de rechtbank, hè? Dan kunt u niet zelf verschijnen. Dan moet je procureur een naam nemen.
Maar als je dit aan de directie geeft, zij weten wel waar waar dat gaat, ja. Nou, ik hoop dat je succes hebt. Oké, bedankt. Dag. Een taak van de gerechtsdeurwaarder is ook het toezicht houden op veilingen. Daarvoor gingen we naar Amsterdam. Ellie de Ruiter sprak met deurwaarder Geerlings. 10 gulden wordt hier gewonnen. 12 gulden voor mij. 12 gulden heb ik hier. 12 gulden weer meer dan 12, 14 gulden. Ja, als ik zeg zo mooi, ga je zeggen 14 gulden. Dat is mooi houtje, maar doe het nog wel hoor. Wie meer dan 40 gulden, niemand weet. 14 gulden. Nee, is 40 gulden. Ja, dat heb ik te vinden. Wil ik aan het vinden voor mij? De deurwaarder is hier als openbaar ambtenaar, daartoe aangewezen of aangewezen, maar vastgesteld bij de wet, dat er een openbaar ambtenaar, een notaris of een deurwaarder toezicht moet houden bij de organisatie, bij de uitvoering van een veiling. Dus de taak is inderdaad toezicht houden op een ambtenaar dat er geen goederen verkocht worden die niet zonder vergunning verkocht mogen worden. Zoals alcoholhoudende dranken, gouden of zilveren voorwerpen. Wanneer u onregelmatigheden bemerkt, wat kunt u dan doen? Onmiddellijk optreden en zeggen, hier neem ik geen genoegen mee. Deze zaak die moet teruggenomen worden. Of ik ga eruit en dan mag u niet meer veilen. Ja, dag meneer Van der Heijden. We hebben u in het filmpje gezien. Ja. We zagen nu eigenlijk twee filmpjes. De straatinterviews waarin de mensen u toch als een grote boeman afschilderen. En dan het filmpje waarin we u laten zien in uw werk. En dan kan je een beetje de indruk krijgen dat er een soort van maatschappelijk werker op pad is. U gebruikt dan ook weer ergens de tekst. Ik hoop dat je succes hebt. Ja. Kunt u eens vertellen, wat is het onbegrip ten aanzien van de deurwaarder? Want u ontmoet dat dagelijks. Ja. Nou, ik hoop dat ik niet als boeman hier voor u zit. Nou, wat mij betreft zeker niet. Maar een deurwaarder, het is even al gezegd, dat is een openbaar ambtenaar. Een onafhankelijke openbaar ambtenaar die door de kroon wordt aangesteld voor het leven. Dus met 70 jaar dan moet hij zijn taak neerleggen. En hij treedt op voor justitiabelen, voor particulieren. Maar de wetgever die heeft in de wet allerlei richtlijnen gegeven wanneer een deurwaarder moet worden ingeschakeld voor de rechtszekerheid van de particulieren. En dat is onder andere wanneer een proces gaat beginnen. Die begint met een dagvaarding, dat die door een deurwaarder wordt uitgereikt. En het grote belang van de dagvaarding is dat de deurwaarder dan ook een toelichting kan geven wat zo'n betrokkenen kan doen. Dat hij het verweer kan voeren of voordat de zaak dient dat hij die zaak betaalt. Maar dat is wat het begin van een proces betreft zo'n beetje de taak van de deurwaarder. Betekent dat ook dat u wanneer u die dagvaarding gaat overhandigen, de mensen oproept om naar het gerecht te gaan, dat u ze dan ook adviezen behoort te geven hoe ze zich dienen te gedragen, of ze een advocaat moeten nemen of niet? Ja. En dat doet u ook in de praktijk? Ja. We komen zo terug op uw werk. Even naar meneer Jansen, eveneens welkom. U bent een ander soort deurwaarder. U bent nu gepensioneerd, was hè? Ja. U bent een belastingdeurwaarder. Wat is het verschil? Het verschil van een belastingdeurwaarder, dat is dus dat in principe de belastingdeurwaarder een deurwaarder is die alleen maar optreedt volgens de burgerlijke rechtsvordering. In die zin, dat zijn op zijn gebied, het is een deurwaarder van executies meer. Nou, u bent in dienst van de belastingambtenaar, de fiscus. In dienst van de fiscus, dus in loondienst, geen zelfstandige werker, maar puur in dienst van de fiscus. Ja, het is niet zo dat particulieren u kunnen inschakelen om ergens geld te vorderen. In geen geval. Nee. Ten aanzien van de fiscus bijvoorbeeld. De fiscus kan bijvoorbeeld ook geen deurwaarder, een gerechtsdeurwaarder, want dat is de eigenlijke benaming dus, inschakelen voor het innen van belastinggeld. Ja. Wie is nou van u beiden degene die aan die loterijen en zo meedoet? Dan zie je dat staan in die foldertjes onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Jansen. Nee, dat is geen gerechtsdeurwaarder, dat mag niet. In strijd met de loterijwet. Maar er zijn toch deurwaarders die... Loterijen niet. Nee. Het is strijd met de loterijwet. En die prijzenfestivals? Ook niet. Ook niet? Nee. Mm-hmm. Alleen een politieambtenaar, een politiefunctionaris of een notaris kan dat doen. Mm-hmm. In Nederland tenminste. Ja, België is het anders. Ja. Ik meen toch dat er wel eens deurwaarders hebben meegedaan aan zo'n prijzenfestival. Ja, maar dat is, ik heb zoiets gezien van Keurkoop geloof ik. Juist.
Maar dat is de deurwaarder die in België zit, maar die woont in Asten. En dat heeft men verwisseld met Assen. Ik ga even naar de heer Gen en wel om de volgende reden. De heer Gen is hoofd van het nazorgapparaat van de VARA, laat ik zeggen, het instituut waar na ons alle brieven, alle klachten binnenkomen. Er komt sinds een aantal jaren nogal eens een klacht over een deurwaarder binnen. Dat zal u niet bevreemden, want die hebben toch een vrij moeilijke taak die kritiek uitlokt. Aan heer Gen de vraag, vat eens samen wat die klachten in het algemeen inhouden. Ja, laat ik met het goede beginnen. Er zijn relatief weinig klachten over de taken die deurwaarders behoren uit te voeren krachtens de wet. Het betekenen van exploten, het rondbrengen van dagvaardingen, het rol waarnemen enzovoort. De klachten concentreren zich voornamelijk met betrekking tot de gewone, ik laat meneer Jansen dan even als belastingdeurwaarder voorlopig buiten schot, beperken zich tot de incassotaken die de gewone deurwaarder er normaliter ook bij heeft. Mijn grootvader die zei altijd, je moet oppassen wanneer een dansende beer geen muilkorf draagt. Dat wil zeggen, je moet de aard van het beestje bijzonder in de gaten houden. De taak van die taak, die incassotaak van een deurwaarder, is gewoon, heel gewoon, het binnenharken van centjes voor iemand die daar aan hem om vraagt. En als dat met een leuk dansje kan, is het mooi meegenomen. Ja. En als dat niet lukt, moet je je tanden laten zien. En als dat niet lukt, moet je gewoon bijten. Dat is de taak, incassotaak van een deurwaarder. Daar moeten we gewoon niet als maatschappelijk werkers omheen draaien, vind ik, als deurwaarder. Dat is je taak en daar ben je ook voor. Aan de andere kant, hoe zitten die tanden waar je mee bijten en dreigen kan in elkaar? Ik moet zeggen dat waar notarissen en advocaten hun verantwoordelijkheden hebben op basis van een wet, missen wij, en dat wordt ook vandaag aan de dag bij de justitiebegroting, vandaag begonnen, ook weer duidelijk. Die minister zegt ook dat zo'n wet nodig is. Is er in 5 jaar nog niet in geslaagd zo'n ontwerp zelfs maar bij benadering te maken. In de tweede plaats is er ook geen... Zullen we hier de reactie van de heer Van der Heijden even opvragen? Er is geen wettelijke raam waarbinnen u opereert. Wij zijn georganiseerd in de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders. En in 1973... hebben wij al een ontwerp voor een gerechtsdeurwaarderswet aan de minister aangeboden. In 1982 is er eindelijk een antwoord op gekomen met een ontwerp van de minister zelf. En daar zijn we op het ogenblik nog over aan het onderhandelen, want er zitten nog wat knooppunten tussen, onder andere over het tuchtrecht. Maar die wet, die hoop ik dat die daar komt. Ja, ik voeg de heer Gen naar de klachten. Ja. Die zijn er tot dusver nog niet zo uitgekomen. En mogelijk dat er in het filmpje dat nu voorstaat, zo'n klacht wat duidelijker wordt. Lieve aan de deurwaarder, waarom ik niet wist dat er een proces had plaatsgevonden. Waarom ik op moest draaien voor kosten die buiten mij omgemaakt waren. Ik heb toen ook geschreven dat er nooit onwil van betaling geweest was en dat ik vond dat hij onzorgvuldig handelde. Toen hebben wij niets meer vernomen en na enkele maanden dachten wij van de zaak is afgedaan, het is opgelost. Dat was dus niet het geval. Want in februari 1983, dus bijna een half jaar later, toen stond er een meneer voor de deur die zich voorstelde als de deurwaarder. En die kwam met een procesverbaal. En hij vertelde mij, hij had beslag gelegd op het salaris van mijn man over februari. Wat was uw grief nou precies? Dat ik nooit iets afwist van dat proces wat had plaatsgevonden. En dat ik pas wat hoorde toen dat verstekvonnis in de bus viel. En dat u uiteindelijk voor die kosten opgedraaid. En dat ik toch voor die kosten moest opdraaien. Ja. En dat ik ook geen antwoord kreeg op mijn klacht. Zo van, hoe kan dat nou? Hè? Waarom heb ik daar niks van geweten? Ja, dan nog even samenvatten. Mevrouw van Reven had plotseling een veroordeling bij verstek in de bus gekregen. Een veroordeling bij verstek betekent dat je dus zelf niet bij de rechtbank aanwezig bent. Het ging om een rekening die ze intussen al had betaald. En ze heeft nooit begrepen waarom ze van tevoren van dat proces niet afwist. En waarom ze uiteindelijk toch kosten moest betalen voor iets dat buiten haar om was gebeurd. Meneer Gen, hoe kan zoiets? Nou, dat kan
Omdat wanneer op de valreep een bepaalde vordering toch wordt voldaan, de procedure waar al of niet, en daar is soms onduidelijkheid over, een procedure met het uitbrengen van een dagvaarding toch is gestart, dat die procedure niet, hoewel betaald is, wordt stopgezet. Daar krijgen wij vaker klachten over. Daar is ook wel een reden voor te bedenken. Bewijzen kun je het niet altijd, soms wel, gelukkig. De deurwaarder heeft er belang bij dat die procedure toch wordt gevoerd, hoewel degene die vordert er feitelijk geen belang meer bij heeft, omdat er inmiddels betaald is. Dat komt omdat meestal de kantonrechter tot een kostenveroordeling kan komen, aan de hand waarvan de deurwaarder toch zijn geld krijgt. Ja, dat is in feite, meneer Van der Heijden, nogal een beschuldiging aan het adres van de deurwaarder. Ja. Die is op dat moment met zijn eigen belangen bezig. Ja, ja, maar dat is niet juist. Voordat er een proces aanhangig wordt gemaakt, moet altijd de wederpartij, wat wij dan noemen, in gebreken worden gesteld. Ja. Dus die krijgt een aanmaning van mevrouw of meneer. Die stelt de vordering in handen. Als u betaalt binnen zoveel dagen, dan is die zaak rond. Zo niet, ja, dan moet die zaak in recht aanhangig worden gemaakt. Als er niet op wordt gereageerd, dan komt de dagvaarding. En die wordt uit de plaatsen uitgereikt. Is toevallig iemand niet thuis, dan krijgt ze dat via het gemeentehuis. En voert ze geen verweer, dan volgt een verstekvonnis. Voordat loonbeslag gelegd kan worden, moet eerst dat vonnis nog betekend worden met een bevel om eraan te voldoen. En pas daarna kan, en meestal wordt er in de tussentijd nog geschreven aan zijn betrokkenen, daarna kan pas dat loonbeslag gelegd worden. De zaak zoals hij behoort te gaan. In dit geval is het kennelijk anders gegaan. Er was geen enkel belang meer voor diegene die iets te vorderen had, omdat de vordering inmiddels was voldaan. Ja, maar misschien toch komt het tot een procedure. Rara, hoe kan dat? Er is maar één verklaring voor. De deurwaarder heeft belang bij een kostenveroordeling en laat de procedure gewoon doorgaan, zonder dat hij tegen de kantonrechter zegt, we royeren de zaak, want er is geen belang meer. Acht u het uitgesloten dat er deurwaarders zijn die zo handelen? Nou ja, ik heb ze niet, allemaal in een hand, ik zou die zaak moeten kennen, want wanneer rechtstreeks na de dagvaarding wordt betaald aan de eiser, dan kan dus ter zitting die vordering verminderd worden met de hoofdsom, maar er wordt wel veroordeeld voor de kosten gevraagd. Ja, het brengt mij op een ander punt. Hieruit blijkt dat er eigenlijk, u zei al, gaf al toe, er is geen behoorlijk wettelijk raam waar binnen deurwaarders opereren, maar is eigenlijk een goede klachtenregeling. Ik wil even naar iemand die de ongemakken van het deurwaarder zijn nogal nadrukkelijk de afgelopen tijd heeft ondervonden. En dat is de man die in Capelle aan den IJssel tot actie moest komen. Welkom meneer Bazuin, deurwaarder. Had u gedacht dat het zo uit de hand kon lopen? Gedacht niet. Er is er al veel overleg aan vooraf gegaan tussen mijn opdrachtgever, de woningstichting in Capelle, de wijkraad, de Molukse wijkraad en de gemeente. Stel het met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op een gegeven moment kreeg ik dan de opdracht om de ontruiming aan te zeggen en die daadwerkelijk uit te voeren. Ja. Nou, hebt u met uw optreden daar natuurlijk niet al datgene veroorzaakt, maar u hebt wel de eerste stap gezegd. En nou zie je dus, na 4 weken, dat de mensen die u het huis uit moest jagen, er weer in terug zijn. Wat geeft dat voor gevoel? Nou, ik weet niet of ik dat zie. Dat zijn perspublicaties geweest. Aha. Ik ben wat ingewijd in die wereld. Ja. Ik probeer daar wat genuanceerder tegenaan te kijken, omdat ik daar iets van weet. Natuurlijk. Dan vraag ik me af, kan zo'n minister van Binnenlandse Zaken dat zeggen? Heeft hij dat gezegd? Heeft hij dat bedoeld? Er is een aantal weken geleden is er overleg geweest met de advocaat van de stichting en de wijkraad, van de Molukse wijkraad, met de minister van Binnenlandse Zaken. Bij dat overleg ben ik niet aanwezig geweest. Nee. Dus ik weet niet wat de minister daar toegezegd heeft, medegedeeld heeft en bedoeld heeft te zeggen. Ja, maar u krijgt de opdracht om een actie uit te voeren. Ja. En u probeert dat naar eer en geweten goed te doen. Ja. Nou, dat leidt tot geweldig veel commotie daarna. Ja. En dan ontwikkelt zich iets wat u dan niet meer in de hand hebt en waarvoor u eigenlijk ook niet was aangesteld. Hè? En dan sta je als deurwaarder in je hemd natuurlijk. Ik weet niet of ik in mijn hemd sta. Ik heb mijn opdracht als deurwaarder uitgevoerd zoals die in de wet vast ligt. Mm-hmm. Het uitvoeren van een vonnis, daar krijg ik de opdracht voor. Degene die opdracht kan intrekken is enkel en alleen mijn cliënt. Dus wat daar buitenom speelt, heb ik dan ook verder geen invloed meer in op. Ik dank u, meneer Bazuin. Ja, zegt u. Als u me toelaat, ik wil toch even een aantal opmerkingen maken. In het begin van het programma heeft iemand gebeld. Die was verhuisd
en die heeft zijn woonplaats niet doorgegeven. Ja. Nou, iedereen weet als hij verhuist. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft gezegd, als ik me goed herinner, begin het programma, ik ben mogelijk wat onzorgvuldig geweest. Precies, dat wil ik even aanhalen. Ja. Iemand die verhuist is verplicht om daarvan mededeling te doen aan het bewoningsregister. Dat behoort zo. Gebeurt dat niet? Elke deurwaarder in het land neemt eerst een informatiebevolking en om te kijken waar de betrokkenen woont. Uh-huh. Gaat daar met een dagvaarding of een inleidend stuk dat de procedure inleidt naartoe. En tracht dat daar te betekenen. Maar goed, in dit geval ging het erom dat over het recht van de burgemeester om een stuk bij iemand in de deur te doen zonder dat aangetekend te doen. Ja. En als consument met producenten gaan communiceren, dan moet het altijd met aangetekende bedrieven, want anders ligt het allemaal moeilijker. In dit geval hoeft het dan niet. In dit geval, heel die wetgeving is ook wat dat aspect betreft in beweging. Mm-hmm. Goed, heren, wij zijn aan de tijd. Ik dank u voor uw bijdrage waarin de consument toch iets meer heeft kunnen zien van de betekenis en de taak van de deurwaarders in deze tijd. Het was niet veel, maar ik wens u toch in ieder geval heel veel sterkte met uw moeilijke werk. En wat de klachten over deurwaarders betreft, hoop ik dan een betere structuur ten aanzien van effectieve klachtenprocedures, dat die niet al te lang meer op zich zal laten wachten. Het was laat opblijven voor u. De volgende keer over 2 weken kunt u ons vroeger zien. Tot dan. De Consumentenman. Elke 2 weken 1 uur lang rechtstreeks bij u thuis. De Consumentenman. Onderzoeken, opkomen voor slachtoffers van kopen en verkopen. De Consumentenman. Oplossingen zoeken voor uw problemen.